weinig misstappen veroorloven. Opstelling van de Graafschap is hetzelfde als in de wedstrijd tegen Jong AZ. Die met 1-0 werd gewonnen dankzij een penalty van Büttner. Eunal naar Negli. Is weg bij Wijnovic. Kamil Negli, schitterend! Schitterend! Het zijn de jonkies die het doen voor de Graafschap. Haan 18 jaar, Eunal 18 jaar, Negli 21. Echt een keurige goal. De Graafschap wat ook toeleeft naar de wedstrijd tegen Ajax donderdag in de KNVB-beker, kwartfinale. Vijverberg al helemaal uitverkocht. Negli neemt hem eigenlijk verkeerd aan. Negli, ah, goede goal. Brengt met die verkeerde aanname eigenlijk de verdediger van FC Eindhoven, Jansen, in verwarring. Maar goed, dan is de goal nog niet gemaakt. Verwoest het hart, haalt hij uit. Büttner is boos, krijgt geel. En de Graafschap geen strafschop. Bossin niet heel lekker gekiept. En Negli, Negli. En dan is het toch 1-1. Zijn derde al van het seizoen. De ban is gebroken. En de wedstrijd dan natuurlijk helemaal gespeeld. In blessuretijd de Graafschap nog één keer. Negli. Een hattrick. Zijn eerste uit zijn carrière. Bekroning voor een goed seizoen. De Graafschap wint met maar liefst 4-0 bij Eindhoven. En dus zullen ze denken in Doetinchem, laat het Ajax maar komen. Lange bal, Haverkotte twijfelt even, dan is het doel open en staat het 0-1. En is het Negli die de Graafschap al vroeg in de wedstrijd op voorsprong zet. Lekkere bal van achteruit, Hille doet dat. En dan maakt Negli het af. Pix. Die kapt Gravenberg uit, maar wordt dan wat optimistisch en verspeelt de bal vervolgens aan Kamil Negli. Negli scoort en straft daarmee feilloos de blunder af van Sam Dirks. Topleiding Negli ziet dat Dirks iets te optimistisch is en straft het ook goed af. Bij de Graafschap is het meestal Negli. Vanaf de penalty stip Negli met de 2-0. En met een FC Eindhoven in deze vorm weet je dan eigenlijk wel dat de wedstrijd al beslist is. Het is de harde waarheid voor de ploeg van Rob Penders. Die zo moeilijk tot scoren komt en er wel heel veel kansen had gehad. Zelf met 4-1 voor had moeten staan. Maar ze geven niet op, de superboeren. Negli. Nou, veel kansen voor hem. Nu dus wel een goal. En een goeie ook. Met een soort karate. Maar goed verdedigd is het zeker niet. Eunal is de gevaarlijkste man. Devin Haan met een kans. En dan grijpt niemand in. En dan mag Negli gewoon binnenschieten. Vijf verdedigers van Dordrecht kijken toe. Hoe Bossin deze bal goed pakt. En dan is hij er als eerste bij, Negli. En Brouwer met de redding.